Er is een resultaat op tafel, maar dat resultaat moet door u worden bekrachtigd. Ja, en zoals we dat weten, gebeurt dat in de ALV. En wij willen een beroep op u doen. Ik weet dat het veel gevraagd is, maar wij willen reeds morgen een ALV met u houden. Hey, dat is het. Dus ik ga een beroep op u doen. En wij willen naar een oplossing. Wilt u dat? Oké. Daarom ga ik een beroep op u doen dat we morgen 10 uur. En dan zullen wij u uitputten hieromtrend informeren. Als ik mijn vuist, als ik dit maak, dan is het een goed resultaat. Maar het is nog niet klaar, want we gaan nog een traject doen en meester Sincheran gaat ons daarbij bijstaan. Jawel. My lips are sealed. Want de voorzitter van de BVL en de ALS heeft aangegeven dat hij morgen de ALV uitputtend zal informeren over het bereikte resultaat. En hierbij wil ik het ook laten. Wat is nog de oplossing? Daarom zegt u, ik kan u de details niet precies, want het is een raadkamerzitting geweest. En de BVL moet zich daarover nog uitlaten. Dus het zou niet gepast zijn om u allerlei details daarover te geven. Laat meneer Van Lies met zijn leden praten erover. En dan zullen we in raadkamer weer maandag de rechter daarover informeren. En dan kunnen we maandagmiddag na de zitting u als pers gedetailleerd aangeven wat het concrete oplossingsmodel is. Het gaat erom dat we met z'n allen en de regering, de BVL en alle leerkrachten ervan overtuigd zijn van we moeten werken naar het onderwijs toe. Onderwijs heeft er baat bij. En dat besef zit bij alle partijen. En vandaar is dat wij richting die oplossing hebben gewerkt vandaag. En dat die oplossing nabij is. Dus de regering, vertegenwoordigd door u, onderkent wel die maatschappelijke verantwoordelijkheid die er is, dat we dus met z'n allen gebaat bij zijn om het onderwijsproces zo snel als mogelijk op te starten. Nou, ik denk dat je blind zou moeten zijn om te zeggen van... Niet alleen de regering, ja. Iedereen in Suriname is zich van doordrongen dat die kinderen... Ze kan vandaag aan school moeten, dus dat is... Maar zou de oplossing hier vandaag moeten zijn toch en niet nog een keer een dag? Maar je weet dat soms hebben mensen wat overtuiging nodig, wat argumenten nodig. En moeten ze bijvoorbeeld door de rechter een beetje in een bepaalde richting geduwd worden. En soms komen advocaten erbij die ook hun inzichten geven, waardoor een oplossing steeds dichterbij komt. En dat is dus niet het geval. Goed, beide partijen hebben constructief meegewerkt om naar dat punt van de oplossing toe te werken. Alleen moet de ANV van de BVL zich nog uitspreken.